Goedenavond, beste mensen, op deze volgende avondcursus van de Krijtberg Academie. Sommigen van jullie waren hier misschien 2 weken geleden, alhoewel ik denk het niet, voor die avond over het leven van Ignatius en de onderscheiding van de geesten. En het is misschien beter om te sluiten. Vandaag zou ik wat verder willen gaan en zou ik jullie eigenlijk willen spreken over een van de heel eigen vormen van gebed, ook ruimer, van kijken naar de werkelijkheid, die eigen is aan de Ignatiaanse spiritualiteit, die eigenlijk Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten, ons geleerd heeft. En je zal merken, deze vorm van gebed, levensgebed, wordt het vaak genoemd, is eigenlijk heel eenvoudig en is helemaal niet zo origineel in zijn samenstellende delen. De bijdrage van Ignatius ligt eerder in de dynamiek, in de pedagogie die hij aanreikt. De bijzonderheid van Ignatius is dat hij op een bepaalde manier naar de werkelijkheid is gaan kijken. Vanuit een bepaald perspectief naar de werkelijkheid is gaan kijken, gevolg van zijn bekering, wat daar gebeurd is. En het is vanuit dat mensbeeld dat je ook op een bepaalde manier, op een heel eenvoudige manier, kan gaan bidden met de ervaringen van je dagdagelijkse leven. De titel van die aangekondigd was, is God vinden in het dagelijkse leven, in het gewone leven, in alle dingen. Daar zou ik het willen over hebben. Ik ga het doen in 2 delen. In een eerste deel zal ik gewoon een uiteenzetting geven over de 3 delen van het levensgebed. En dan gaan we even pauzeren. En dan ga ik jullie een praktische oefening geven. Een toepassing, een beetje op een leuke manier, omdat ik het zal doen ook aan de hand van een aantal video's. Een aantal misschien onverwachte videoverhaaltjes die we samen gaan bekijken. En daarna zullen we daarmee gaan bidden. Eigenlijk wat levensgebed doen, vertrekkende van die video's. Eerst dus het levensgebed. Andere namen die eraan gegeven worden zijn bijvoorbeeld het bewustzijnsonderzoek, het aandachtsonderzoek. Ignatius zelf in zijn boekje van de geestelijke oefeningen heeft het over het gewetensonderzoek. Eigenlijk bidden met je concrete ervaring. En dat levensgebed kan je ophangen aan 3 woorden. Dat is heel eenvoudig. Je kan het ophangen aan 3 woorden die staan voor de 3 delen, de 3 etappes van het levensgebed. Dankjewel, dank u, eerste woord. Sorry, tweede woord. Een derde woord, alsjeblieft. Geef toe, eenvoudig. Ik ga dus elk van die 3 etappes kort met u overlopen. Maar eerst het volgende. Het levensgebed, het aandachtsonderzoek, bewustzijnsonderzoek, is meer dan enkel maar een mentale oefening van geestelijke gezondheid. Dat is het ook. Elke vorm van bidden is dat in zekere zin. Maar het is in de eerste plaats een vorm van gebed. Dat betekent dat bij het begin van het levensgebed het zinvol is om, en wenselijk is, dat je je eerst gewoon in aanwezigheid van God gaat plaatsen. Je komt voor God. Dus je neemt even de tijd om stil te vallen, om te komen in aanwezigheid van God, om misschien zelf te vragen om met zijn ogen, met zijn hart, te mogen kijken naar de voorbije ervaring. Dat kan zijn de voorbije dag, dat kan een langere periode zijn, dat kan ook een activiteit zijn. Datgene waarop je wilt terugblikken, de ervaring waarop je wilt terugblikken. Dus je begint, dat is niet nummertje 1, maar nummertje 0, met je in aanwezigheid te plaatsen van God en vragen dat je met hem mag terugkijken op de ervaring die er geweest is. En dan gaan we over naar het eigenlijke eerste deel, het danken. Heel belangrijk in dit hele levensgebed is de volgorde. Namelijk, in het bijzonder, het beginnen met het danken. Omdat wij mensen de neiging hebben, spontaan, om als wij terugblikken op onze ervaring,
om ons meteen te laten aanzuigen door het negatieve. Door datgene wat naar geweest is, wat pijn gedaan heeft, wat ons verdrietig gemaakt heeft enzovoort. En daar zijn goede redenen voor, want wij willen dat dit zich niet herhaalt. Wij willen dat in de toekomst vermijden. He? Inderdaad, dat is een gezonde reactie. Maar Ignatius nodigt uit om eerst te gaan kijken naar het mooie. Datgene wat je in je hart een warm, een open, een blij, een vreugdevol gevoel heeft nagelaten. Dat kunnen hele grote, sterke ervaringen zijn, maar die zijn eigenlijk weinig belangrijk, omdat die zo goed als nooit voorkomen. Onze dag is gemaakt van kleine, eenvoudige ervaringen. De kunst bestaat er uiteraard in om op die kleine puntjes uit te kunnen komen. Om die te kunnen vinden, die kleine, dagdagelijkse banaliteiten in het leven, de ontmoetingen, zaken die we gehoord, die we gezien, die we gedaan hebben, die mensen aan ons gedaan hebben, weet ik veel, die in ons hart, op de een of de andere manier, iets van vreugde, hoe discreet die vreugde ook kan zijn. Die eventjes onder het stof halen, het goede in ons leven. Niet uit hoogmoed. Nee, ik weet, als ik student was, als ik een jong man was, als ik kind was trouwens ook. Hè. Ik kreeg een complimentje, dat gebeurde toch af en toe. Dat ik eigenlijk niet goed wist hoe ik daarop moest reageren. En ik had spontaan de neiging van daar eigenlijk helemaal niet op te reageren. Ik had het goed gehoord hoor, dat was het probleem niet. Maar ik dacht, als ik hierop reageer, als ik dat als het ware in de verf ga plaatsen, ja, dan ben ik hoogmoedig. Dan plaats ik mijzelf in het licht, in het onder het daglicht. En dat wil ik eigenlijk niet. Eigenlijk, als je er goed over nadenkt, heeft danken helemaal niks te maken met hoogmoed. Danken, in tegendeel, is een houding waarbij je jezelf niet in het centrum gaat plaatsen. Je dankt niet jezelf. Dat is niet erg interessant als je jezelf gaat danken. Andere talen kunnen ons daarbij helpen. Het Frans bijvoorbeeld heeft een heel bijzondere uitdrukking om het woord danken uit te drukken. Zeker in religieuze context. Als je in religieuze context in het Frans dankt, dan gebruik je het werkwoord rendre grâce. Rendre wil zeggen teruggeven. Teruggeven, la grâce, de genade. Met andere woorden, l'action de grâce is eigenlijk erkennen dat jou iets gegeven is door een ander en dat je dat gewoon teruggeeft. Je erkent dat het niet jouw verdienste is, maar dat het eigenlijk een genade is, een geschenk dat jou gegeven is. Met andere woorden, danken is het tegendeel van de hoogmoed, maar is net een houding van nederigheid. Een houding waarbij je gaat decentreren, waar je de klemtoon van jezelf gaat verleggen naar een ander. En voor de christen gaat die ander uiteraard in de eerste plaats God zijn. Diegene die aan de oorsprong ligt van zoveel goeds dat jou overkomen is. Danken, nog anders gezegd, is een religieuze houding bij uitstek. Religieus ook in de zin van die een verbondenheid creëert tussen jou en een ander. Als je dankt als gelovige, als christen, tussen jou en diegene die aan jouw oorsprong ligt. Danken is iets wat je leert en sommigen gaan daar heel ver in. Misschien kennen jullie Theresia van Lisieux. De heilige Theresia van Lisieux, de kleine Theresia. Een heilige uit de katholieke kerk die geleefd heeft aan het einde van de 19e eeuw. Gestorven als ze 4 of 25 jaar oud was. Een kloosterzuster, een karmelites. In een karmel in Lisieux, in Normandië. Die gestorven is aan longtuberculose.
Ik kan je voorstellen, longtuberculose, einde 19e eeuw, geen pijnstillers, geen zuurstoflessen, wat dat geweest is. Die jonge vrouw is anderhalf jaar ziek geweest. En gedurende die anderhalf jaar, die 18 maanden, heeft zij een soort van dagboek bijgehouden. Heeft ze eigenlijk haar levensverhaal geschreven. Op vraag van haar zuster, die ook in de Karmel was en die overste was. Zij leed verschrikkelijk, had enorme pijn. En tegelijkertijd stelde ze vast dat ze geleidelijk aan in een soort van mystieke nacht kwam. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk niks meer voelde. En dat ze de aanwezigheid van God, haar enige toeverlaat in die Karmel, dat ze die ook helemaal niet meer voelde. Een volledige nacht van het geloof. Haar autobiografie, die ze in die tijd geschreven heeft, die een van de grote bestsellers geworden is uit de geestelijke literatuur, is één vreugdekreet. Is één danklied. Zij dankt voortdurend. Zij dankt voortdurend terwijl ze in die mystieke nacht zit en terwijl ze als jonge vrouw verschrikkelijk lijdt en pijn heeft. Zij was, zou ik zeggen, zo'n expert geworden in het danken, in het verbonden zijn met God op het diepste niveau van haarzelf, dat zelf de pijn, dat zelf het aan de bovenste kant niet voelen van Gods aanwezigheid niet kon beletten dat ze in het diepste van zichzelf een hele sterke verbondenheid voelde. En in haar autobiografie, je leest het gewoon tussen de lijnen door, zie je hoe zij, niet tegenstaande alles, een onwaarschijnlijke groei in haar geloof kent die laatste anderhalf jaar van haar leven. En daar dankt zij voor, aan één stuk. Een jonge vrouw die aan het sterven is, die eigenlijk crepeert van de pijn. Eén danklied. Heel merkwaardig. Danken. Als eerste etappe in het levensgebed, in het bewustzijnsonderzoek, hoe je het ook wil noemen, en eigenlijk de belangrijkste etappe. Het is te zeggen, het je meer bewust worden van Gods aanwezigheid in je leven. Vanuit het geloof dat een grotere nabijheid bij God, dichter bij hem komen, gepaard gaat met die vreugde. Doorgaans geen spectaculaire vreugde, maar iets als rust, iets als gedragenheid. Het is goed zoals het is. En dat is het belangrijkste. Het belangrijkste is te weten niet zozeer waar God afwezig was in mijn leven, wel waar hij aanwezig is. Want hoe beter ik de aanwezigheid van God met de vinger kan duiden in mijn leven, hoe meer ik mijn keuzes, de grote, maar vooral ook de kleine, daarop kan afstemmen. En hoe meer ik in mijn gewone, dagdagelijkse, banale, repetitieve leven door kleine stapjes dichter kan komen in de richting van die bron die mij leven geeft. Je zou kunnen zeggen dat het danken op die manier het oogstmoment is van de dag, als je dat dagelijks zou doen. Je gaat eigenlijk de vruchten van de dag plukken. Die vruchten die zijn er, kan je zeggen, inderdaad. Maar door ze te plukken, het is te zeggen door je er bewust van te worden, door ze te benoemen, door even de tijd te nemen, worden ze helderder in je geest. En word je je er meer bewust van, want anders gaan ze heel snel verdwijnen in het stof van de vergetelheid. Eerste etappe, dank je wel. Tweede etappe van het levensgebed, daarbij aansluitend, is het sorry-deel. En ik herhaal het, want voor we het weten zitten we in die logica, niet als eerste, maar pas als tweede. Pas als tweede, omdat het belangrijker is van te weten waar God wel aanwezig is, eerder dan waar hij niet aanwezig is. Maar ook omdat, als je kan gaan kijken naar de schaduwmomenten in je leven, of dat je eigenlijk maar ten gronde kan gaan kijken naar die schaduwmomenten in je leven, als je dat doet vanuit een houding van dankbaarheid. Het is te zeggen, als ik weet
dat ik gedragen ben. Als ik me op de een of de andere manier gedragen voel. Als ik weet, er is leven in mij, hoe moeilijk mijn dag ook geweest is. Of hoe uitzichtloos, weet ik veel. Maar ik weet mij ten gronde gedragen, dan kan ik het mij permitteren om te gaan kijken naar die schaduwzijde. Want ik weet dat ik niet door de negativiteit gaat meegezogen worden, want er is Gods aanwezigheid in mijn leven. Eigenlijk, zou je kunnen zeggen, mag je maar permitteren van naar die schaduw te gaan kijken, als je weet, als je voelt dat je tegelijkertijd in het licht staat. En dat je niet gaat vernietigd worden. Dat je niet helemaal gaat meegezogen worden door die negativiteit. Wie dankbaar is, kan zich dus veel meer, veel beter, veel authentieker confronteren met de werkelijkheid van zijn zonde. Want daar is die dankbaarheid, daar is het leven. Sorry voor datgene, tegenovergestelde van het danken, waar ik droefheid heb gevoeld. Waar ik uit de bocht ben gegaan. Waar ik nee heb gezegd. Waar ik de uitgestoken hand niet heb aangenomen. En dus in de eerste plaats mij laten leidend, voor het opzoeken daarvan, door waar is er iets van in mijn hart van negativiteit geweest. Wat heeft een negatieve nasmaak nagelaten in mijn affectieve geheugen, in die affectieve bedding van mijn herinnering. Waar heb ik geweigerd? En eventueel, uiteraard, voor sommige dingen zal ik ook om vergeving kunnen vragen. Andere zaken zijn mij overkomen, heb ik helemaal geen verantwoordelijkheid. Maar misschien heb ik voor sommige zaken ook zin om te vragen om vergeving. En dat kan goed zijn, dan zinvol zijn, om te vragen om die vergeving. Ignatius noemt het danken een genade, het zien van Gods aanwezigheid, maar ook het zien van de afwezigheid beschouwt hij als een genade. Het is een genade, een geschenk ook, van je bewust te zijn in welke delen van je zijn, van je wezen, van je mens zijn, je eigenlijk afgesloten bent. Er dood is eerder dan leven. Waar je God buitengesloten hebt, waar je het leven, de liefde, geweigerd hebt, bewust of onbewust. Want dan wordt het mogelijk om die donkere hoeken, of misschien die bestofte of hoeken waar heel veel smurrie ligt, om die te gaan proper maken, om die te gaan zuiveren. En wordt het mogelijk dat die afgesloten ruimtes ook in je zijnsruimte plaats van leven gaan worden. De vrucht van deze tweede etappe, van het inzicht in de negativiteit, in de zonde, dat zijn verschillende woorden, maar ook verschillende dimensies. De vrucht van deze genade is niet het zelfmedelijden, wel het berouw. En de twee lijken dicht bij elkaar te liggen, maar zijn heel verschillend. Het zelfmedelijden, waar wij makkelijk in terechtkomen, is eigenlijk heel sterk op jezelf gericht. Zien een keer. En het is toch wel erg wat mij nu overkomt. En het moet altijd mij overkomen. En ik die zo goed mijn best doe. En in plaats van weg te gaan, van bevrijd te worden uit die negativiteit, ga ik er mij, bewust of onbewust, eigenlijk in nestelen. Zelfmedelijden is gericht op jezelf en dreigt je op te sluiten in die negativiteit, in die schaduw. Terwijl berouw eigenlijk een heel andere dynamiek is. Berouw betekent dat je je bewust wordt van die negativiteit, van dat kwaad, van die zonde, weet ik veel. En dat je verlangt en ook besluit om de zaken aan te pakken en om de zaak in de toekomst anders te gaan doen. Berouw, met andere woorden, is gericht op het leven en is gericht op de toekomst. Het inzien, met andere woorden, het scherper krijgen van datgene waarvoor je sorry wil zeggen, kan dus bron zijn en is vaak bron van meer vrijheid, kan leiden tot bevrijding. Het is wel belangrijk, en hier wil ik gewoon een heel algemene tip geven.
Het is zo verleidelijk om, als we bij dat terugblikken op het negatieve, in het bijzonder naar het relationele aspect, als we stuiten op wrijvingen die er geweest zijn, wrijvingen met andere mensen, kan in het gezin zijn, kan op het werk zijn, kan weet ik veel waar zijn, de verleiding is steeds groot om de fout uiteraard bij de ander te leggen. Ik heb een moeilijke relatie met een collega. En mocht die collega zich nu toch een klein beetje beter gedragen, dan zou het toch meteen opgelost zijn. Dat is toch evident. Mocht hij nu stoppen met dit, mocht hij nu stoppen met dat. Dat is een houding die we heel vaak aannemen. En ik denk dat we allemaal voldoende levenservaring hebben om te weten dat dat doorgaans niet veel oplevert. Want die ander, doorgaans verandert die niet. En de wijsheid leert ook dat doorgaans ons ergert bij de ander datgene waar we zelf ook een probleem mee hebben. Met andere woorden, als we de schuld al te vlot, de verantwoordelijkheid al te vlot exclusief bij de ander leggen, dan dreigen we eigenlijk de gegijzelde te worden, de gijzelaar te worden van de goodwill van die ander. En zolang als die ander niet verandert, en die ander gaat waarschijnlijk niet veranderen, blijf ik het slachtoffer van de houding van die ander. Heel anders wordt de situatie als ik bereid ben om de hand in eigen boezem te steken. En om mij de vraag te gaan stellen welke mijn verantwoordelijkheid is. Met andere woorden, wat ik zou kunnen veranderen om uit deze impasse uit te komen. Het grote verschil is dat als ik daartoe bereid ben, ik niet meer afhankelijk ben van de goodwill van die ander, maar dat ik terug een vrij mens word. En dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid kan opnemen en opnieuw mijn eigen leven in handen kan nemen. En ik weet niet of u dat herkent, maar ik weet als ik daartoe kom, als ik bereid ben om de hand in eigen boezem te steken, dat de horizon dan doorgaans ineens opklaart. Dan komt er meteen perspectief, want ik kan er iets aan doen. Eerst danken, kijken naar het goede, datgene wat mij kracht, energie, vreugde gegeven heeft. In tweede instantie, sorry, datgene dat eerder een negatief, een droef gevoel heeft achtergelaten en waarvoor ik eventueel om vergeving kan vragen. De derde etappe is eigenlijk het logische gevolg daarvan als er nog tijd over is. Want misschien heb je niet meer voldoende tijd, dan mag je daarbij houden. Maar de derde etappe is dus het alstublieft. Het kijken naar de toekomst. Ik heb gekeken naar het licht, ik heb gekeken naar de duisternis. Ik ben me meer bewust van het leven, ik ben mij meer bewust van de dood in mijn ervaring, in mijn leven. Ik sta met andere woorden met beide voeten op de grond. Beide voeten in de werkelijkheid van mijn leven. En nu kan ik mij twee vragen gaan stellen. Wat bied ik aan? Alsjeblieft, wat bied ik aan? Heer, ik ga hier een werkpunt van maken. Met mijn dochtertje heb ik mij eigenlijk... Ik heb mij laten gaan, ze irriteert mij, maar ik laat mij elke keer opnieuw gaan. Ik ga hier bijzondere aandacht aan besteden. Eén werkpuntje, één iets, geen 35 tegelijk, want dat werkt niet, maar iets eenvoudigs, iets klein. We gaan vooruit met kleine stapjes. Alsjeblieft, Heer, hier is een werkpunt. Niet zomaar uit het grootwarehuis van de mooie voornemens geplukt. Nee, nee. Gepuurd eigenlijk uit de terugblik op mijn concrete ervaring. Waar is het zinvol om bijzondere aandacht aan te besteden? Dat is de eerste betekenis van alstublieft. De tweede betekenis van alstublieft, in het Nederlands, is alsjeblieft, Heer, help mij. Welke bijzondere kracht, welke bijzondere genade kan ik vragen aan God op dit ogenblik? Opnieuw vertrekkende van datgene wat ik uit mijn ervaring geleerd heb. En dan komen we eigenlijk in het smeekgebed. Datgene wat we in de traditie noemen het smeekgebed. Ik weet niet hoe het woord smeekgebed bij u klinkt,
Bij mij heeft dat lange tijd een beetje vreemd geklonken. He, dat klonk een beetje als Sinterklaasgebed. He, ik heb hier mijn lijstje. He. God, ik heb hier mijn lijstje, alsjeblieft. He. Kan je hiervoor zorgen? Kan je daarvoor zorgen? Een beetje een kinderlijk gebed, een kinderachtig gebed zelf. He. Eerder kinderachtig dan kinderlijk. He, want kinderen kunnen heel erg bidden. Een beetje kinderachtig gebed. Maar eigenlijk, als je nadenkt over wat smeekgebed echt betekent, is dat helemaal geen kinderlijk of kinderachtig gebed. Wel in tegendeel. Als je vraagt aan God, als je werkelijk vraagt, dan betekent dat dat je je kwetsbaar opstelt, ten eerste al, tegenover God. Dat je erkent, ik kan het niet. Ik kan het niet op mijn eentje. Ik heb jouw hulp nodig. En ik erken dat ik faal, dat ik hulp nodig heb. Dat ik afhankelijk ben van iemand anders, ook van u, God. En ik geef het voor een stukje uit handen. Mijn zo dierbare zelfstandigheid, mijn zo dierbare autonomie, als ik werkelijk smeekgebed doe, mij in die positie van afhankelijkheid stel tegenover God, geef ik iets van mijn zelfstandigheid uit handen. Dat is een eerste puntje. Waarom vragen echt niet zo makkelijk is en dat smeekgebed echt geen Sinterklaasgebed is. Een tweede reden, als je echt vraagt, betekent dat dat je het antwoord loslaat. En dat je ook het antwoord uit handen geeft. En dat je, met andere woorden, uitgenodigd wordt om te erkennen, om toe te laten dat dat antwoord mogelijk wel eens anders zou kunnen zijn dan datgene wat jij je voorgesteld had, datgene wat jij verwacht had. Ik herneem het voorbeeld van daarnet. Heer, alsjeblieft, zorg dat mijn dochter, die aan het puberen is, dat ze zich alsjeblieft toch een beetje beter gedraagt. Want dit kan zo toch niet verder. Als je daar werkelijk rond gaat bidden en dat werkelijk in het gesprek met God los durft te laten, zou je er wel eens kunnen achterkomen dat misschien niet in de eerste plaats jouw dochter moet veranderen, maar dat jouw houding, jouw eigen houding naar jouw dochter, misschien af en toe wel iets te wensen overlaat. Met andere woorden, dat jij in vraag gesteld wordt eerder dan jouw dochter. In Matteüs 7 wordt er gezegd, zegt Jezus, vraagt en u zal gegeven worden, klopt. En u zal opengedaan worden of je zult vinden. Inderdaad, maar er staat wel niet dat je zal vinden datgene wat jij heel precies voor ogen had. Het kan echt wel eens iets anders zijn. Vragen, met andere woorden, is niet zonder risico. Nu, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar voor mij is dat in elk geval een werkelijkheid. Soms heb ik geen zin om te vragen. Soms ben ik gewoon kwaad. Ook op God. Of ik zeg de pot op. Ik zou wel willen. Ik zou wel willen, maar kan niet, want ik zit vast. Wel, zegt Ignatius, en dat is de subtiliteit van de geestelijke meester die Ignatius van Loyola was. Soms, zegt hij, kan je inderdaad niet vragen. Maar misschien kan je dan wel vragen om te mogen vragen. En vragen om te vragen is reeds een begin van vragen. Je kan dan gewoon vragen, Heer, leer mij, help mij om mij te mogen toevertrouwen aan u. Ik ben boos, ik wil niet. Maar eigenlijk zou ik niet boos willen zijn. Ik zou mij aan u willen kunnen toevertrouwen. Help mij. Vragen om te vragen, als je bijvoorbeeld boos bent, is gewoon eerlijk voor God komen, zoals je bent. En als je wat geblokkeerd bent, is dat helemaal niet erg. Spreek het uit. Spreek het uit en kom zo voor God. En dat is de eerste stap
En vandaar kan het dan verder groeien. Dank u. Sorry. Alsjeblieft. Drie heel eenvoudige woorden die drie etappes zijn van het levensgebed. In die volgorde. Ik heb u uitgelegd waarom. Ignatius raadt eigenlijk aan om dit levensgebed, dit aandachtsonderzoek, heel regelmatig te doen. Als je het eenmaal per week doet, eenmaal per maand, heel goed. Beter eenmaal per maand dan helemaal niet. Maar het is wel zo dat het in deze vooral de oefening is die de kunst baart. Als je maar af en toe gaat bewust terugblikken op je ervaring, op zoek naar die vreugde en naar die droefheid, ja, dan ga je de sterke ervaringen eruit pikken. Maar datgene wat je eigenlijk al wist, is eigenlijk niet zo interessant. Als je daarentegen regelmatig gaat terugblikken, dan kan je ook geleidelijk aan gevoelig worden voor zo die kleine rimpeltjes op het water. Er lijkt niks te gebeuren. Maar als je goed kijkt, dan zie je allerlei kleine rimpels op het water. En een groot deel van ons leven, een groot deel van onze ervaring, bestaat uit hele kleine bewegingen. Hele kleine bewegingen van vreugde of hele kleine bewegingen van droefheid. En hoe vaker of hoe meer je je oefent, ik zou zeggen bijzonder in het danken, hoe meer je die kleine zaken kan oppikken en ook daaruit je lessen kan trekken. Het is echt iets wat je leert. Ik ga één voorbeeld geven. Hier zijn een aantal jonge ouders. Een tijd geleden was ik... En grootouders, jonge grootouders. Een tijd geleden was ik in Antwerpen. Ik kom wel af en toe in Antwerpen. En in een station van Antwerpen. En ik neem de trein. En de trein komt binnengereden, er was heel weinig volk. En vlak bij mij staat een jonge vader met een jongetje, een kind. Zoiets. 5, 6 jaar, 7 jaar, ik weet het niet. Een jongetje, een klein jongetje. En de wagon stopt vlak voor ons. De deur gaat open en het trapje komt eruit. En de trap was te hoog voor het kind om zelf de wagon in te kunnen stappen. En ik zie die vader die zo zijn arm uitstrekt voor dat kind. En dat kind zo omhoog trekt als een kraan om dat kind toe te laten de wagon binnen te stappen. En ik hoor dat kind dat zo heel duidelijk tegen zijn vader zegt: dank u papa, omdat je mij de trein hebt opgeholpen. Ik vond dat fantastisch. Ik vond dat buitengewoon. Want voor mij was het duidelijk, dat kind heeft geleerd, is geleerd geworden om te beseffen, ja, maar dat is helemaal niet zo evident. Mijn papa geeft mij het cadeau van mij, van zich dienstbaar op te stellen, enzovoort, enzovoort. Danken is iets wat je leert, heel jong. En hoe meer je je daarin oefent, hoe verfijnder. Zo eenvoudig is dat. In mijn communiteit, in een vorige communiteit waar ik gewoond heb, was een medebroeder die zo oud was als ik nu, een goede 50. En die krijgt een hele zware kanker en is eraan gestorven. En een paar dagen voor hij sterft, komt onze provinciale overste een laatste keer op bezoek bij Jeff, wetend het is gedaan. De vitale functies begonnen uit te vallen. En Jeff, in de fleur van zijn leven, een heel dynamische man, die weet nog enkele dagen, zegt tegen de provinciaal: ik ben een gelukkig man. Ik ben een gelukkig man. Niet tegenstaande de pijn, niet tegenstaande het perspectief van de dood, hij is 4 dagen later stierf hij, was die toch voldoende in verbondenheid met de diepste laag van zijn wezen, opdat hij eigenlijk verder kon leven, niet tegenstaande die absolute crisis-noodsituatie waarin hij zich bevond. Ik ben een gelukkig man. Bijzonder.
Hey, want die dankbaarheid is niet moeilijk als het allemaal goed gaat. Maar het is maar door die oefening dat we ook in de moeilijke omstandigheden, in de buitengewone omstandigheden, verder op een dieper niveau kunnen onderscheiden en in verbondenheid kunnen blijven, niettegenstaande de storm aan de bovenkant, die pijn doet. Om toch in verbondenheid te blijven met die diepere affectieve bedding waar we ook onze godsverbondenheid kunnen ervaren. De eerste generatie Jezuïten noemde deze houding, die onderscheidende houding, die je verwerft door echt heel regelmatig terug te blikken op je ervaring, levensgebed, zij noemden dat contemplatief zijn in de actie. Contemplatief in de actie. Dus contempleren, het beschouwen van God en de actie, hoeven geen tegengestelde te zijn. Je hoeft niet in een abdij te zitten of op zondag in de kerk. Is niet de enige plek waar je God kan vinden. Ook in de actie, in het drukke leven, in het gezinsleven, in het beroepsleven, weet ik veel, kan je die verbondenheid met God ervaren, dat contempleren. Als je maar, als je jezelf daarin oefent. Ignatius eindigde elk uur van de dag met 2 minuten levensgebed. Elk uur van de dag. En als hij in vergadering was, of als hij mensen op bezoek had en hij was benomen, dan deed hij 4 minuten na de 2 uur. Maar systematisch stelde hij zich de vraag, waar klopte mijn hart? Waar gebeurde er iets? Of waar in tegendeel verwijderde ik mij bewust, onbewust van God? Het gaat niet over positief denken. Het gaat niet over het opzetten van de roze bril. Het gaat niet over spirituele Prozac. Dat zou handig zijn, maar dat werkt ook niet. Dat weten we. Het gaat ten gronde over een geloofshouding. Het geloven, of de vooronderstelling, bedoel ik, is ten gronde een geloofshouding. Een geloofsovertuiging. Het geloof dat God ook in mijn leven werkzaam is. En dat hij zijn voortdurende, scheppende wezen, dat dat ook bestaat, vandaag, hier, nu, in mij. Niet enkel aan de oorsprong van mijn leven of aan de oorsprong van het leven, weet ik veel wanneer. Maar dat die liefdevolle kracht doorlopend, ook nu, ook hier, vandaag aan het werk is. Ik eindig met een nog andere naam te geven of te noemen van het levensgebed, eigenlijk een hele mooie naam. Soms wordt het levensgebed ook genoemd het bidden met het 5e evangelie. We kennen de 4 evangelies, het zijn 4 getuigenissen, zou je kunnen zeggen, getuigenverslagen van mensen die dichtbij Jezus geleefd hebben. Wel, het 5e evangelie is het verhaal van God, van de levende Heer, in mijn leven. En door biddend terug te blikken op mijn concrete ervaring, kan ik elke dag iets ontdekken van wat die aanwezigheid, dat meewandelen van God in mijn leven, voor mij concreet betekent. Levensgebed, het leven in het 5e evangelie, dat, en nu eindig ik helemaal, kan toelaten om meer en meer God te vinden in alle dingen. In alle dingen. In alle menswaardige dingen, uiteraard. In alle menselijke activiteiten kan je iets ervaren van vreugde of van droefheid. Ook in de meest onverwachte, in de meest profane, de meest verwijderde, lijkt het soms, van God. Ook daar kan je geraakt worden en kan je met andere woorden iets ervaren van Gods aanwezigheid. En het levensgebed is een bevoorrechte manier om je daar in alle mogelijke omstandigheden bewust, meer bewust van te worden. Paus Franciscus
Een tijd geleden had hij het over het levensgebed in een van zijn preekjes. En hij zei, weet je, als ik naar de tandarts ga, hè, wel, als ik bij de tandarts in de stoel lig, dan doe ik levensgebed. Want zelf als hij met zijn boor in mijn tanden aan het werk is, wel, dan kan ik toch nog rustig met mijn ogen dicht terugblikken en op die manier toch iets ervaren. Voilà, dat waren gewoon enkele ideeën en de structuur van het levensgebed waar ik jullie iets wilde over vertellen. Ik stel voor dat we nu even pauze houden. Je kan even wat koffie of thee nemen. En over 10 minuutjes gaan we terug beginnen met een tweede deel, waarin ik jullie eerst enkele video's zal tonen en jullie dan een geleide meditatie ga aanbieden om aan de hand van die video's wat levensgebed te doen.